Vrijdagnacht zijn we klaar. Vrijdagnacht al? Ja, dat is wel half zes. Zaterdagochtend om 7 uur moet ze staan. De sfeer is heerlijk. Ik ben Martine Groen en je bent bij Prikploeg, Lieve Zoeven, aan de Meerweg in Brezant. En wij maken muziek, dus je bent bij ons Prikploeg in de schuur. We hebben het heel leuk met elkaar. Nou, we hebben het niet zo leuk met elkaar, hoor. Nee, het is echt heel gezellig. Nee, het is heel gezellig. Kijk, je bent bijna klaar. Ja, het is fantastisch. Je ziet het buiten, het weer is mooi. En we hebben meer deelnemers dan weer dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we, dacht ik, op 84 deelnemers. We hebben er nu 92. Nou, dat geeft de mensen weer moed, hè? Nou, hier wordt hartstikke hard gewerkt. En ik ben helemaal onder de indruk van de afbeelding. Ja. Het zijn natuurlijk mijn helden. En ik word er helemaal fanatiek, merk ik. Voor het gestaag. Als je bedenkt dat je 4 dagen hebt, dan zou het heel fijn zijn als je per dag 1/4 doet. Daar zitten we niet aan. Dus het zal geen vroegertje worden dit jaar. Nee. Goedemiddag. Maar jij doet het veel anderen. Ja. Ik ben Koen. We zijn gistermiddag begonnen. Bloemetjes geprikt en bloemetjes geknipt. Eerst knippen ze dan ook. Hier hebben we onze junioren die hier hartstikke fanatiek. En ik moet zeggen, ik ben echt onder de indruk van de vakkundigheid waarmee ze dat doen. Echt fantastisch. Nou ja, je ziet achter me, hier zijn ze al van start. Maar de bloemendagen zelf gaan natuurlijk zaterdag van start. Om 9 uur gaat de jury rijden. Nou, dat is voor de meeste mensen natuurlijk een beetje onzichtbaar. Want op een gegeven moment zoeft er zo'n autootje voorbij en dan heb je je punten te pakken. Maar de grote opening is om 10 uur op Molensluis. Steven Kazan die komt de boel magisch openen. En als je dat gezien hebt, dan kun je nog even genieten van de lentefair in Molensluis. Ja, en dan gaan we heerlijk genieten van 5 dagen bloemendag. Lekker zonnetje. Ja, ik zie ook. Ja, goede tips. We hebben inmiddels, dat is nieuw dit jaar, hebben een aantal routes op de website van de bloemendagen staan. Die kun je met je mobiele telefoon inlezen en dan krijg je eigenlijk met je eigen navigatie een hele route door Annapolona en Brezant heen. Dat is een vraag die we vorig jaar veel kregen. Mensen zeiden van ja, waar is de route? Ja, die hadden we natuurlijk niet. Nou, daar hebben we wat op gevonden dit jaar. Ja, dit is de Molenbaan. De OJVT OVH de Molen van Dekker. De oudere jongerenvereniging tegenover voorheen de Molen van Dekker. Ja, ja, ja. Wat een gepriezel, man. Ja. Lekker bezig, lekker priezelen. Dus dan ben ik van deze goed vol. 25 jaar van hieruit en daarvoor van een ander huis wordt hier de brug versierd. En dat hou je niet vol als je alleen maar af en toe een prijs wint. Dat hou je alleen maar vol als het ook gewoon leuk is en gezellig. En dat iets toevoegt aan het burengevoel. Wij doen het gewoon leuk, we doen het met z'n allen. En het geeft iets van sociale cohesie en samenhang. Dat gevoel dat komt, dat zie je hier ook.